Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. We hebben jullie gevraagd om nog eens een Q&A te doen. Dus vandaag gaan we jullie vragen beantwoorden. Ondertussen gaan we ook eten. Ik heb olijfjes en truffelsalami. En Niels heeft toast met confituur. Verschil moet er zijn. Iemand vraagt als we al echt op zoek zijn naar een huis. Half en half. Eigenlijk niet. Maar... we zijn niet echt op zoek, want we hebben zelf niet gezocht. We zijn maar aan ons gemaild. Ja, maar er is een huis wat op ons pad is gekomen. En we zullen zien na al deze coronatoestanden wat er... van is en als het dan nog vrij is en zo van die dingen. Ja, dus dat is afwachten. Maar we zijn niet echt op zoek. We hadden gewoon toevallig één huis gezien hier in Paal. En daar zijn we naar gaan kijken, maar dan waren we niet gekozen. Het ging tussen twee of drie koppels, denk ik. En er was een ander koppel gekozen. En dan zeiden die verhuurders van, we hebben nog binnenkort een huis, meer voor de zomer. En ja, we zoeken liever een huis dan een appartement. En wel iets, het mag wel wat groter zijn. Allee, toch 3 of 4 slaapkamers. Waar we ook gewoon... we moeten nou je kleren kwijt kunnen. Ja, waar we mijn kleren kwijt kunnen. En waar we gezinnetje kunnen starten. Dat is ook belangrijk. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden dat ik dat wel eet. En anders hebben jullie pech. In een mukbang doen ze dat ook, hè. Ja? Praten ze en eten ze. Dan een vraag die heel veel is gesteld. Willen jullie een kind samen? Dat heb ik vorige keer al beantwoord. Ja, liefst wel, hè. Ja? Dan toch samen, alles. Ah, zo, ja, ja. Nee, ik liever apart. Nee, maar we willen wel graag een kindje of twee kindjes op. Dat zullen we zien. Ik zei altijd vroeger geen kinderen. Dan zei ik één kind. En nu zou ik ons zo echt zien als gezinnetje met twee kindjes of zo. Raar, hè? Twee kinderen en twee katten. Of meerdere katten. Ik ga niks meer gedaan krijgen. Aan die katten heb je toch geen werk? Vooral uw vrouw en uw kinderen die dan veel werk vragen. Van waar kennen jullie elkaar? Van op Instagram. We hebben al eens een... Q&A gedaan over hoe we elkaar hebben leren kennen en zo. Ik zal die hieronder in de beschrijving zetten, dan kunnen jullie die terugkijken. Gaat Niels ook alleen vloggen? Nee. Nee. Zo'n boeiend iemand ben ik niet dat ik elke dag of elke week 3 video's zou kunnen maken. Ik doe niet zoveel eigenlijk. Vind je mij wel boeiend? Heel boeiend. Schattig. Nee, maar ik denk gewoon dat dit van kanaal sowieso van mij gaat blijven. En Niels er gewoon in komt. Want Niels is natuurlijk nu een groot deel van mijn leven. De meest positieve en de meest negatieve eigenschappen aan elkaar. Ik heb het gevoel dat we dat ook al eens hebben beantwoord. Ik denk enkel de negatieve, denk ik. Dus de negatieve vind ik ook weer in een andere Q&A. Dan gaan we nu de positieve zeggen. Begin jij of ik? Kijk. Ik moet beginnen. Het meest positieve... de eigenschappen. Ja. Van mijn karakter of zo. Zorgzaam. Ja? Ja. Ja, zorgzaam. Zorg ik goed voor u? Ja, voor mij en voor uw 2 vrienden hier. Ja. Twee baby's. Katjes, die zitten hier op de vensterbank. Ja, zorgzaam. Ja. En het negatieve... Dat hebben we al beantwoord. Ga je dat nog eens doen? Ongeduldigheid. Dat is iets anders dan dat je vorige keer hebt gezegd. Zeer ongeduldig. Ik ben heel ongeduldig en ik vind dat jij... vaak veel te traag zijn met antwoorden of met iets te doen. Maar ik denk dat we dat allebei wel beseffen en nu gewoon allebei een beetje ons best doen. Jij doet iets sneller en ik probeer iets rustiger te zijn. Klopt. Dus dat is wat je moet doen in een relatie. Hè? En wat vind ik het
positiefste aan u? Positiefste eigenschap. Ja, wat ik persoonlijk heel leuk vind, is gewoon dat je mij altijd doet lachen. En mij altijd goed doet voelen, zo. Ja, hoe noemt dat? Dat is een goede beschrijving, hè. Ik weet, ik ken het woord niet. Ik kan er niet op komen. En dat vind ik heel fijn als ik me slecht voel, of... Ja, gewoon, altijd. Jij maakt me altijd terug blij en doet me altijd lachen en maakt me gelukkig. En je bent ook wel zorgzaam. Misschien iets minder, maar op je manier wel. En je bent sociaal, dat vind ik ook heel fijn. Dus dat zijn wel veel dingen die ik heb gezegd. Ja. Hoe verwijder je de haartjes van je wenkbrauwen en je bovenlip? Mijn bovenlip hars ik, laat ik meestal harsen. Bij Brows & Beyond, die doen dat normaal niet. Maar aangezien die mijn wenkbrauwen harsen, dan vraag ik altijd, wil ik mijn snor ook doen? En dan doen die dat. Maar nu in deze periode epileer ik dat. Dat is wel veel werk, want ik moet dat bijna elke dag bijhouden. En mijn wenkbrauwen ook. Maar normaal doet Brows & Beyond dat, maar een schoonheidsspecialist gewoon, die kan ook wel je snor en je wenkbrauwen harsen. En ik laat dat van mij staan. Wie doet uw wenkbrauwen? Ikzelf. Nou wel, met mijn scheermachine. Ah ja, ja, die trimt zijn wenkbrauwen. Maar het tussending doe ik toch? Eén keer met dat pijnlijk ding, ja, ik zal dat van in het volk zelf wel doen. Zo'n epileer dingetje wat ik ooit heb, ik heb dat ooit eens gepost, zo'n epileer pen. Dat is wel super handig, dat gebruik ik ook vaak voor mijn snor. Wat is er? Wat is er, maar? Kom hier. Oké. Kom. Hoe kijken jullie naar een lange afstandsrelatie? Geloven jullie daarin? Jullie zijn mooi samen, denk ik. Oh. Ik zou dat persoonlijk niet kunnen. Omdat ik iemand ben die wel heel graag veel aandacht wil en veel affectie wil. Dus ik wil wel veel kusjes en knuffels en gewoon veel aandacht. En bij een lange afstandsrelatie zou ik dat persoonlijk niet kunnen. Maar iedereen is anders en ik denk dat sommigen dat wel kunnen. Ik denk ook als je als persoon graag veel ruimte wilt en... Je moet ook wel veel vertrouwen hebben, denk ik. Ja, als ja. Je dat kunt dat doen. Zou ik ook moeilijk mee hebben, want ja. Je kunt niet zomaar eens even gaan checken wat je gaan doen. Ja, nee. En je bent kilometers van elkaar verwijderd, dus... Hmm. Ja. Moeilijk. Het zou kunnen, maar ik zou het persoonlijk niet kunnen. Allee, ik snap wel dat mensen het kunnen, maar ik zou het niet kunnen. Ik denk als iemand zei die wel graag veel ruimte heeft en iets heeft van ik ben graag eens alleen en, of ben graag veel alleen, dat dat dan wel oké is. Nou, ik zou dat toch missen. Nou, ik ook. Het is niks voor mij. Als dat tijdelijk is en je ziet die persoon heel graag, ja, dan zou ik wel zeggen, hou vol en misschien binnen een paar jaar of... paar maanden gaan samenwonen of zo. Wie van jullie is de spaarder en wie is de gelduitgever? Goh, ja, dat ziet er nu heel simpel uit. Dat Tali de uitgever is en niks aan de spaarder, maar ik kan ook wel wat geld uitgeven. Eigenlijk al echt onnuttige dingen. Ik ben een redelijk materialistisch iemand, denk ik. Gelijk als, ik had in mijn hoofd van, ik ga vanaf nu elke morgen cardio doen, maar ik ga niet joggen, dus ik koop een fiets en ook een trainer van 600 euro. Maar ja, nu dag op de gebruikt dat ook, hè? Ja, nu wel. Vroeger niet. Dan heeft maanden stilgestaan. Okay. Maar ja, zwart. Ja. Zo van die dingen, hè. Zoiets in mijn hoofd hebben, van ik heb eens gehad van, ik heb nu... Ik was tv aan het kijken en ik zag van, die tv is eigenlijk iets te klein precies. Dat was op een zondag en ik was rond de middag vertrokken naar Krevel en ik kwam thuis met een veel grotere tv. Ineens een bericht. Ik heb een nieuwe tv gekocht, hè. Echt zo'n gigantische tv. Oké. Mooi. Ja. Ik denk dat ik vroeger veel meer uitgaf als nu. Ik heb ook wel een moeilijkere financiële periode gekend. Waar... Ja, ik had mezelf een beetje in de nesten gewerkt als jullie het hele verhaal met het huis en Bilzen hebben gevolgd en zo. Dus ik heb wel wat meer leren
minder uitgeven. Of zelfs niks uitgeven. Of dat, ja, tegenwoordig, ik heb dat nu nog, als ik online wil shoppen of zo, en dan, zoals in de week, dacht ik, oh, ik wil een nieuwe joggingsbroek. Maar dan uiteindelijk denk ik, ik heb 30 of 40 joggingsbroeken in mijn kast liggen. Ik heb dat echt niet nodig. En zo denk ik wel meer tegenwoordig. Dus we kunnen allebei goed geld uitgeven, maar we kunnen ook wel goed sparen, denk ik. Zeker, ja. Ja, ik heb dat wel echt moeten leren. Waarom blijven jullie niet in Niels zijn appartement tijdens lockdown met de katjes? Ten eerste omdat mijn katten het hier gewoon zijn en dan moeten die nog eens verhuizen. En ik ben al redelijk veel verhuisd. En stel als we tegen de zomer willen gaan samenwonen of zo, moeten die alles naar daar verhuizen. Dus ik vind dat best zielig. En ten tweede, Niels werkt momenteel niet en is tijdelijk werkloos momenteel. En, of economisch werkloos, ja, hoe je dat noemt, door de coronasituatie. En ik ga wel nog 2 à 3 keer in de week voor Totally Toe naar kantoor. En dat is hier echt 2 meter van waar ik woon. Dus het zou stom zijn als ik dan elke dag van Geel naar hier moet komen. Terwijl Niels toch gewoon thuis kan blijven. Samen zat geweest. In quarantaine. Nee. Ik ben nog niet zat geweest. Ik ook niet. Misschien. Nee. Nog niet zat geweest. We zijn nog niet samen zat geweest in quarantaine. We hebben wel al wat gedronken. Maar ça va wel, denk ik, hè. Maar ons nooit zat gedronken of zo. Niet zoveel, nee. Eerste plaats waar we naartoe willen gaan na de quarantaine. Ik weet het. We waren er in het weekend nog heel veel over bezig. Ja, ik naar ergens waar ik op terras kan eten, denk ik. Gaan uit eten. Ja. Ik wou zeggen McDonald's. Ah ja, McDonald's. Drive-thru'ken. Want dan waren we in de week aan het zeggen. Allee, dus we halen McDonald's. Gedaan. We halen McDonald's en we gaan dan ergens buiten op een terras dat opeten. Maar misschien is het dan geen mooi weer meer. Dat weet je kom, niet. Kom, dan moet enkel naar McDonald's gaan als het goede weer is. Oké. Hoe voelt Niels zich erbij dat een groot deel van zijn leven online komt te staan? Goh, hoe voel ik me daarbij? Ik heb er niet echt problemen mee. Ik ben dat gewend nu, hè. In het begin was dat wel een beetje raar, wat zoeken, maar... Nu maakt me dat echt niet uit. En zo'n groot deel van mijn leven. Ja. Op zich, Tali filtert wel goed in de dingen. Niet echt mijn persoonlijke dingen. Echt mega persoonlijke dingen. Ja, zou ik niet delen. Hè. Allee, ik bedoel. Nee. Dat zou ik ook nooit doen. En zeker niet. Stel dat er een familielid van mij sterft en ik ben er ook weet niet hoe kapot van. Dan gaat Tali niet met die camera mee liggen filmen hoe kapot ik daarover ben. Ja. Allee, zo van die dingen bedoel ik. Hè. En kan dat wel vernoemd worden dat er is gebeurd, tuurlijk, maar niet. Maar niet die beelden. En Milky, wat vind jij ervan dat uw leven online staat? Hè? Huh? Wat vind je daarvan? Ja, zeg het nu maar. Mensen hebben alles gezien, hè? Vind je dat oké? Okay? Of niet? Alleen de Sami vindt hem oké. Alleen de Sami, ja. En het ding is altijd wat veel mensen vergeten. Er zitten 24 uur in een dag. En een vlog is misschien 10 minuten of zo. Ja. Dus heel onze dag staat nooit online. Ik film alleen maar wat ik wil filmen. En ik laat alleen zien wat ik wil laten zien. De rest is privé. Welke sport / hobby deden jullie vroeger? Jij mocht eerst. Ik eerst? Ja. Voetbal heb ik altijd gedaan tot mijn... Hoe oud was ik? 19, 20, denk ik, ja. Dan heb ik 2-3 jaar fitness gedaan. Ja, fitness. Dan was ik dan een beetje beu aan het worden. En dan heb ik nog eens 3 jaar crossfit gedaan. En nu ben ik daar ook mee gestopt terug. Nu ben ik terug aan het fitnessen. Alleen na de quarantaine toch. Ik was goed begonnen, maar nu niet echt. Ja. Nu is wandelen onze hobby. Wandelen en ja. Eten. Buiten rondkijken. Mijn hobby vroeger was ballet. En scouts. En zwemmen heb ik ook gedaan. Eerst heb ik gezwommen lang. Dan wou ik dat niet meer doen. Ik ben daarmee gestopt en ballet heb ik gedaan van toen ik heel klein was tot, ik denk mijn 18, 17 of 18 jaar.
Omdat ik dat toen niet meer kon combineren met school. Omdat ik echt 4 à 5 keer in de week moest gaan naar de ballet om te trainen of oefenen. Maar het was wel een hele goede balletschool waar je echt zo wel getraind werd op hoog niveau. Dus dat was wel fijn. En ja, scouts heb ik gedaan van 10 jaar tot, ik denk ook 18. En daar heb ik ook Céline leren kennen trouwens. En dat vond ik ook wel fijn. Dat was een heel fijn groepje altijd. Ben je blij dat er nu wat meer stabiliteit is in je leven met Niels? Nee. Jawel. Ik ben ook wel blij dat ik een half jaar echt alleen ben geweest. Dat is niet zo, dat klinkt niet zo lang, maar dat heeft me wel deugd gedaan. En ik ben sowieso, denk ik, wel meer een relatiepersoon. Maar het moet dan ook wel echt klikken. En nu is het ook wel gewoon easy en goed. En er is geen gedoe en alles is gewoon zoals het moet zijn. Dus dat vind ik wel fijn. En ja, dat geeft me natuurlijk wel meer stabiliteit. Wat vind je van Niels zijn familie en omgekeerd? Wat vind je van mijn familie? Ja, ik heb nog niet iedereen gezien, maar degene dat ik nu gezien heb, die zijn pak allemaal goed. Pak het gezin gewoon. Wat vind je van mijn gezin? Tof, leuk. Kom met iedereen overweg, denk ik. En doen ook met mij, hoop ik. Denk ik. Is mijn papa niet te? Nee, hij is kapot lachen. Hij is echt een leuke mens. Ja? Jawel, zeker. Okay. Kom ik goed mee overheen. Ja, uw ouders zijn natuurlijk gescheiden. Maar uw papa heb ik nog maar 1 keer gezien. Want dat was een heel fijne, aangename man. Heel tof, heel vlot, heel sociaal. En uw mama ook. Uw mama is een hele lieve, heel zorgzaam ook. Die doet ook heel veel voor u, maar ook wel voor ons. Want ja, als ik bij u ben en zo, gaat die nog zelfs eten halen in de winkel en al. Dat is echt heel fijn. Ja, ook een hele hippe, gewoon heel toffe vrouw. De man van uw mama, ja, ook een hele toffe, hele sociale, heel vriendelijke. Ja, zeker geen problemen mee. Heel fijne mensen. Vraag aan Niels, wat vinden uw vrienden van Thalissa? Zie ze zien. We hebben eens een feestje gehad bij een kameraad van mij en toen had een van mijn kameraden gezegd van, oh, ze drinkt bier en ze eet ribbetjes, die is fantastisch. Dus bij deze, samengevat voor iedereen, als ze bier drinkt en ze eet ribbetjes, is ze fantastisch. Dus, ze is fantastisch. Drink bier en eet ribbetjes. Vergelijk je relaties met elkaar? Maar ja, dat is moeilijk. Ik denk dat je dat onrechtstreeks sowieso doet. Altijd wel een beetje. Natuurlijk, oké, dat is niet hetzelfde en je bent een heel ander persoon en qua persoonlijkheid zou ik je nooit vergelijken met iemand anders, want er is maar 1 Niels Mangelschots en of ja, misschien zijn er nog, maar jij. Dus dat zou ik niet doen, maar ik kijk wel bijvoorbeeld, ik kan wel denken van oké, in deze relatie had ik dat en dat heb ik nu niet, dus dat is kei goed. Ja, vooral met de slechte dingen of zo. Ja, dat is wel. Ik kan wel zo echt denken van, oh, met die persoon had ik zoveel ruzie. En nu heb ik bijna nooit ruzie. Ja. Dus, allee, zo'n dingen. Ja, dat is wel waar, ja. Als je het zo beziet, ja, dan is het niet zo moeilijk voor te antwoorden. Maar voor de rest vergelijk ik wel niet. Nee, ik vergelijk ook niet. Ik heb zoiets van, dat is iemand anders, dat zijn andere personen, dat is... Nee, ja, want iedereen heeft wel zijn goede en zijn slechte eigenschappen. Je moet iemand nemen hoe die is, vind ik. En daarmee proberen om te gaan en daar ook aan te werken. Klopt, ja. Bijvoorbeeld, ja, ik ben niet zo geduldig, maar ik denk wel dat jij daar mee om kunt. En jij bent trager of zo, maar ik zeg ook dan in mijn eigen... Thalissa, heb gewoon even geduld en zo. En ik neem je ook zo, ik wil je ook niet veranderen. En ik wil ook niet dat je... sneller zou reageren of zo. Ik weet ook dat je zo zijt, snap je? Ja. Maar ja, de goede dingen, de slechte dingen misschien wel. Maar ja, ik denk ook wel dat dat een beetje logisch is. Ja, want je wilt altijd beter, denk ik. Hè? Ja. Het is niet dat je
in een relatie, als dat gedaan is, dan denkt, ah, de volgende moet slechter zijn. Denk toch altijd ander en beter. Dus ja. Zijn er nog geen ergernissen nu jullie zoveel samen zijn in quarantaine? Misschien dat Niels... Nee, de laatste dagen mag ik er echt niet over klagen. Maar Niels speelt wel vaker FIFA, maar... Ik heb echt al weinig gespeeld, maar dat zei je altijd. Maar ik speel helemaal niet zoveel. Ik heb er nog over tijd nog mee aan het praten geweest met Laurens. En dat is maximum een uur. Echt maximum, hè? Nee, het en dat ding zijn, dat is... zijn 2 of 3 matchen. Dat is weinig, hè? Ja, oké. Okay, dat is waar. Je speelt niet veel FIFA. Dat is waar. Maar het ding is... Als Niels FIFA aan het spelen is, dan kan hij niks anders doen terwijl. Maar dat is waarschijnlijk iets van vrouwen. Ja, dat is een mannending. Want vrouwen kunnen meerdere dingen tegelijk. En als dan bijvoorbeeld het eten klaar is of zo, en dan zeg ik... Niels, het eten is binnen 5 minuten klaar. Dek je even de tafel? En dan zegt hij... Ja, ik doe het subiet. En dan is hij FIFA aan het spelen. En dan zijn de 5 minuten om en is mijn eten klaar en dan is de tafel niet gedekt en dan moet ik dat zelf doen. Ja, maar dat komt omdat je dat niet begrijpt. Oké, dat is maar 2 keren gebeurd, maar toch. De mannen zullen dat wel snappen. Als je bezig bent en je bent aan het spelen en je staat 2-1 voor en het is de 80ste minuut, dan kun je dat niet wegleggen en zeggen van ik laat je 2-2 scoren, dat gaat niet. Dat kan niet. Dus dan speel je die 10 minuten nog want door. Want dan denk ik, zet dat toch even op pauze en dek de tafel. Dat duurt een minuut, de tafel dekken. Maar ja, dan zegt hij, ja, maar ik ben online aan het spelen en dan kan ik niet pauzeren. Maar ja, dat begrijp ik allemaal niet. Dus... 30 seconden kunnen pauzeren. Dan moet je heel snel zijn. Snel ben ik niet. Nee, maar ik begrijp dat dan niet zo goed, want dan denk ik, kom aan, dat is maar een stom spel. Pauzeer dat even. Maar... Ja, dat begrijp ik niet. Dat zou nog een goede video zijn, dat ik het tegen u FIFA aan het spelen ben. Oké, dat zal we eens doen. Als jullie dat willen, let me know. Ik bang daar echt niks van. En wat is uw ergernis aan mij? Dat heb ik al gezegd, ongeduldigheid. Ook nu, tijdens de quarantaine? Ja, ongeduldigheid. En met wat dan? Wat dat je net hebt gezegd. Aha. Ja, maar ja, als mijn eten klaar is, is mijn eten klaar, hè. Nou ja, dat maar... ligt niet eraan dat ik ongeduldig ben. Ik wil niet dat dat koud wordt. Ja, dat snap ik. Ja, maar op 5 minuten gaat dat echt niet erop aankomen dat dat koud is of... Nee, dus dat zijn onze ergernissen tegenover elkaar. Heeft Niels een broer of een zus? 2 stiefbroers. Allebei ouder als ik. Eén is 1 jaar ouder en een andere is, gewoon moet ik nadenken. 3 jaar denk ik. 3? Ja, 3 of 4. 3 denk ik. 3 jaar ouder als mij. Vind je niet dat je te snel gaat weer met Niels? Nee, voor mijn gevoel niet. Ik weet dat dat misschien zo kan overkomen, maar ik ben natuurlijk ook wel een half jaar vrijgezel geweest. En alleen langer dan een half jaar. En de maanden, die 3 maanden die ik samen was met iemand, dat was anders, want we waren niet heel vaak samen en zo. Dus dat was precies niet zo echt als dit is. En ik vind, ja, ik kan ook niet tegenhouden, hè. Dat was er gewoon, dat kwam en wat gaat je dan zeggen? Oh, nee. En ja, gaat het snel? Naar mijn gevoel niet. Naar mijn gevoel loopt alles gewoon zoals het moet lopen. Ik denk het wel, ja. Wat doen jullie het allerliefst samen? Momenteel denk ik Netflix en wandelen. Denk ik, niet? Maar eigenlijk... In mijn opinie alles, momenteel. Ja, ja, omdat maar we de hele kiezen, tijd hè? Samen zijn, maar het liefste ja, inderdaad. Het liefste, ik ga nu niet het liefste samen poetsen zeggen. Want, ik zie daar niks mee in, maar of samen afwassen. Samen soms dan heeft dat wel iets gezellig. Leuk, soms wel. Ja, want maar ik soms heb dan geen staat er echt te veel en dan denkt je... Ja, zoals deze morgen was dat echt te veel. Hè? Dan denk je, zoveel afwas. Maar s'avonds is dat gezelliger vaak. Ja. Hebben jullie geen schrik dat Ibiza niet zal kunnen doorgaan dit jaar? Oh, schrik?
Niet, maar ja, de kans zit er natuurlijk in, hè. We zouden eind augustus gaan, of midden augustus. En ja, die kans zit er dik in. Ik ben al één vakantie verloren van in Amerika, waar ik normaal nu zat. En als dat niet doorgaat, ja, dan is het zo. Natuurlijk gaat de gezondheid voor. De volgende vraag is wat ik Niels zijn mooiste tattoo vindt en wat Niels mijn mooiste tattoo vindt. Ik vind Niels zijn mooiste tattoo de klok. Deze, omdat hij heel veel mooie details heeft. En ook de pistoolgeweer. Omdat daar ook weer zo heel mooie details in verwerkt zijn. Dus dat vind ik uw mooiste. Maar de klok is mijn favoriet, denk ik. En de klok heeft trouwens uw geboorteuur. Ja. Ja. Ook wel tof idee. Wat is dat nu? 5:30. Voilà. Weten we dan ook weer. Wat vind je mijn mooiste tattoos? De mooiste, ik denk die van uw papa. Ja. Deze, ja. De ik vind dat wel mooi, ja. Ik vind dat echt slim. Slim idee, mooi. Ja, zo ben ik aan slim. Dat is mooi. Dat is zo een eigen tattoo, ja. Ja. Ik vind dat wel mooi. Ja, ik vind die ook dat wel mooi. Vind ik de mooiste, ik vind denk de plaats ik. Ook wel tof. Ja. Die? Oké, okay, dat is mijn papa zijn handtekening en zo. Hij heeft loop geschreven, dus. Chic. Voor je ouders soms, mooi. Ik heb wel nog geen voor mijn mama. Hi. Maar ja, dit was ook niet per se voor mijn papa. Nee, maar. Loop, omdat ik dat ook ben en wat ook wolf betekent en in mijn papa zijn geschrift. Dus. En dan de laatste vraag is van waar je tattoos komen. Want dat werd ook veel gesteld, waar je je tattoos hebt laten zetten. Ja, ik heb de luxe dan een van mijn beste kameraden is tatoeur. Die zit in Westerlo, Tattoo Lamey. Heel een toffe kerel. Moet er wel mee om kunnen. Nee, dat is niet waar. Ik dat vond het een hele toffe gast. Ja, en het is ook heel mooi gedaan. Ja, ja zeker. Kent zijn vak. Kent zijn vak. Niels heeft trouwens niet alleen zijn ene arm, maar ook een deel op zijn rug. Gewoon op mijn been. Iets op je been. Twee. Twee, ja, rechts en die op je voet. En hij zo half je voet en dan het been. Ja. Ja. Maar we zullen wel nog eens een hele video daarover maken. Want er wordt ook gevraagd als we nog nieuwe tattoos willen en zo. En ik denk dat we allebei nog wel veel ideeën daarover hebben. Dus daar zullen we eens een hele aparte video over maken. Dus Tattoo Lamey mag niet veel afspraken meer inplannen, maar overhouden voor mij en voor Thalissa. Dankjewel. Ja. Ah, moet ik ook bij Lamey gaan? Oh, als jij wilt, hè. Ja, ik heb eigenlijk ook mijn vaste tattoo Bert van Dagger Moon in Hasselt. Ik ga wel. Kan ook afwisselen, hè. Als iemand mee wilt. En ik heb ook wel een paar tattoos van Fabrizio en daar was ik ook wel heel tevreden over. Maar Lamey heb ik nog niet getest, dus dan zal ik ook eens naar Lamey gaan. Ah, voilà. Goed? Voilà, deal. We gaan hier ook de video afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk om mij nog altijd een beetje beter te leren kennen. Ik weet niet of dat zelfs nog kan. En Niels een beetje te leren kennen. En dan zien we jullie... snel weer.